Ik heb ook wel eens een varken door midden gesneden. Een varken door midden gesneden? Ja, serieus. Zo noem je je vriend niet. Zoals je moeder. In Veel Succes duiken 538-DJ Wietse de Jager en presentatrice Sylvana IJsselmuiden elke week in een nieuwe job. En gaan ze keihard de strijd met elkaar aan om te bepalen wie het meest geschikt is. Want dat beetje lullen op radio en tv, dat is wel heel erg makkelijk geld verdienen. Wie veelt en wie heeft ongekend succes? Zo. Sylvana van Dumpert. Wietse de Jager. Beetje afstand? Ja, het voelt op zich ook wel goed hoor, want we gaan bettelen tegen elkaar. Ja, we gaan bettelen. En kom erbij meneer, gezellig. Ja, tuurlijk joh, hartstikke leuk. Ja, natuurlijk. Blijft u ook meedoen met het programma verder of niet? Nee, dankjewel. Oh, ben je een beetje gespannen of niet? Nee, ik ben niet gespannen. Ik laat het lekker over me heen komen. Expect the unexpected. Precies, en we zien het wel, want wat kunnen we verwachten? Misschien gaan we op de tram werken. Dat denk ik ga er wel achterin zitten. Entertainment area, you can up stop out. Oké, laten we gewoon snel beginnen. Ik ben heel benieuwd. Waar moeten we heen? Moeten we ergens heen lopen of niet? Die kant. Ja, die kant op? Ga jij maar die kant trouwens. Ze zei jij die kant. Jij moest die kant op. Jij moest echt die kant op. Ik moet helemaal niet die kant op. We mogen hier naar binnen. We mogen hier naar binnen. Ron Gastrobar. Dat is een hele goede hut ook. Ja. Dat is van Ron. Ron. Dat is geen Febo dit. Dat is geen Febo. Maar een paar niveautjes hoger dan de Febo, Wietse. Ron Blauw staat aan de top van de gastronomie in Nederland. Vertel Ron, wat kunnen Wietse en Sylvana verwachten vandaag? Ja, veel hitte. Vooral in deze keuken. Het zijn veel woks, dus het is, de vlammen zijn hoog. Ja, ze zullen er vooral achterkomen dat het een heel hectisch beroep is waar veel gebeurt. Waar je snel moet schakelen. Waar je vooral veel moet proeven. Maar ook vooral veel lol erin moet hebben. Dat is in ieder geval één talent waar ze over beschikken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Ron Blauw en welkom bij ons eigenlijk vernieuwde restaurant Ron Gastrobar Oriental Downtown. Een beetje een mix tussen de Indonesische en Chinese keuken. Ja, een hele belangrijke dag vandaag voor ons. We gaan proefdraaien. Je zegt belangrijke dag, wij gaan je helpen. Ja. Jullie gaan helpen en later op de dag geef ik jullie de challenge voor vandaag waar ik jullie op ga beoordelen. Wat zie je er fantastisch uit vandaag. Dankjewel. Ja, kapper geweest. Ja, goed. Je bent zo je gaat gewoon complimentjes geven hier. Ron beoordeeld toch? Het is toch erg. Ja, we zijn daar niet vatbaar voor. Dan ben je kijk eens. Oh, blauwtje gelopen. Oh, ja. Kun je een beetje koken? Nee, ik kan beter bedienen dan koken, denk ik. Ja, ik denk beide niet fantastisch. Bij mij is gewoon alleen maar imago. Van marketing. Van marketing. Mijn boekhouder eigenlijk. Ja. Hey, Patrick is onze chef. Kijk, die kan echt koken. Die kan echt koken. Ja. Dus die gaat jullie alles leren. Ja. Fijn. Dus trek je koksbuis aan. Yes. Dan gaan we vlammen. Woe! Die voor jou. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit gaat echt een hele zure battle worden. Wacht maar. Je kan prima een aardappel koken, maar als je dan gaat koken bij Ron's Gastrobar, dat is natuurlijk gewoon next level shit. Ik had laatst thuis een prijsschotel gemaakt. Daar ging ook wat mis. Ik had verkeerde groenten gebruikt. Het bleekselderij. Ik zei een prijtaart met bleekselderij. Dat was eigenlijk een grapje, want het bleekselderij. Ik ga me omkleden. Ah! Wietse en Sylvana als chefkok. Als dit het niveau wordt vandaag, dan wordt het een hele lange dag, jongens. Veel succes! Ik ben Patrick. Ik ben de chef van Ron Gastrobar Oriental Downtown. Patrick! Dat valt wel mee. Patrick! Patrick! Wat is dat nou weer? Nee, Patrick, ja, die heb je vaker gehoord, toch? Zeker, ja. En dat vond hij niet leuk, zie je dat? Shit, je moet heel lief punt zijn. Punt afstrek, nee. Een van onze specialiteiten is de dimsum. Ja. En die gaan jullie vandaag ook leren maken. En dat ga ik samen doen met mijn collega Jan. Die is daar specialist in. Ja. Jan is de specialist in dimsum. Jan. Gewoon Hollandse ze krijgen in die Jan. Nee, Jan toch? Jan. Ook Jan. Jan. Wat hij doet, hij neemt een bepaalde hoeveelheid vulling, drukt die in de skin in zijn hand. Zijn hand heeft hij als een kommetje. En dan gaat hij knijpen en draaien. Dan verplaatst hij naar zijn duim en zijn middelvinger. En zijn ringvinger gebruikt hij om de onderkant plat te krijgen. En dan knijpt hij, draait hij en drukt hij tegelijk. Het is helemaal niet een kind kan de was doen. Succes hè? Dankjewel, zet hem op. Kun je het zien? Ja, ik zie. Oh. Goed aandrukken. Oh, maar hoe draait hij dat rond? We doen nu naar je duim en je middelvinger. Klaar. Nou, dit moeten we nog wel even oefenen. Als je zeg maar in zo'n keuken staat, dan moet je natuurlijk ook wel meer... Het even ownen. Ik zelfvertrouwen. Een beetje zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen, nou dat inderdaad. Dat is wat er nog ontbrak. Ik dacht al, ik mis wat. Ik heb de wagyu, ik heb dit, ik heb de skin. Zelfvertrouwen. Dat is precies wat ik miste.
Hè? Klein stukje zelfvertrouwen. Hey, ik ga even met pauze. Ik doe even een bakje daar en dan kom ik zo weer terug. Hè? Heel goed hoor. Oké. Okay. Doe maar. Ja, dat is heel dik ook, hè, allemaal. Ja, dat is dat heel valt op zich dik. Nog wel mee. Maar had ze dichter moeten knijpen. Het lijkt wel alsof ze wat chromosoompjes missen of zo. Hé, hey, ik sta er gewoon bij, hoor. Dimsum maken, dat ziet er best wel makkelijk uit. Omdat hij het ook zo vingervlug doet. En als je het dan zelf gaat doen, dan is het gewoon een uitgezakte pudding. Het ging niet heel goed. Het ging overigens wel beter dan Wietse. Dus ja, op zich heb ik al daarin gewonnen. Dus daar ben ik blij mee. De volgende opdracht. Ik heb hier de zeebaars. Maar ja, zo kunnen we niet sferen, dus we gaan eerst even fileren. Als je het zo ziet liggen, is het in één keer een dier, hè? Dat gewoon ambities zijn, hè? Weet je, dan lig je in één keer hier. Ik heb ook wel eens een varken doormidden gesneden. Een varken doormidden gesneden? Ja, serieus. Zo noem je je vriend. Het was je moeder. Nee. Oh nee. Die leeft niet meer. Echt? Jawel. Oh. Niet over nadenken, gewoon. Gewoon doen. Ah, oh, dat is gewoon een darm. Ah. Dat is toch goor, jongen. Je zit nog wel vast. Ja, ja. Stefano doet het redelijk. Ik merk gewoon een beetje een bepaald een beetje zoals ik het nu zeg, bij haar. Wat? Kut. Hoe iets? Nonchalantisme. Ik merk gewoon een bepaald nonchalantisme bij haar. Ik denk van, ja, hier ga je gewoon de oorlog niet meer winnen. Kijk, het is concurrentie, hè. Het is in de horeca is het gewoon oorlog. Ik ben een beetje hetzelfde, denk ik, als Ron. Ik zie wel gewoon overeenkomsten tussen Ron en mij. Ja, Wietse, absoluut. Als twee druppels water. Goed gedaan. Dank je. Ja, dank je wel. Ja. Jij ook. Dank je. Ik doe je echt heel goed dat uitleggen en zo. Oké, okay, dan... Trap je toch niet in, hè, Patrick? Nee, dat moet ik niet wel zeggen. Kun je uitleggen hoe je dat doet? Want ik ben altijd de weg kwijt. Met mes naar binnen, mes naar buiten. Mes altijd naar rechts, snijden. Nee. Zien ze niet. En dan glas bij het bestek, of niet? Ja, die challenge, dat vind ik wel een dingetje, hoor. Want Ron die heeft ook al gezegd, we moeten ze helpen. De eerste gasten komen vanavond. Het zijn ook nog zijn vaste klanten die dan komen. Het moet allemaal goed zijn. Je wil natuurlijk niet dat de gasten ontevreden zijn. Je wil dat ze blij de deur uitlopen. Dus ik ga echt mijn best doen en ik hoop dat ik win. Dus mij is niet schoon. Corona. Gast, zit jij nou in de glazen te spugen? Die ruilen we natuurlijk even op. Want de gasten komen langzaam binnen en de spanning in de keuken neemt toe. Het is tijd voor de challenge. Jullie gaan niet, wat jullie misschien dachten, koken voor al die 30 mensen. Maar jullie gaan koken voor de meest kritische persoon die hier rondloopt. En dat ben ik. Oké. Okay. Dus mijn allerlekkerste gerecht, die is de winnaar. Okay. Ik neem wel mee nog de inzet en hoe er gewerkt is vanmiddag, maar totaal komen we tot een waardering. Gaan we een beetje gelijk die eindstrijd in of niet? Of is dat, lig ik al wat voor? Volgens mij lig ik een beetje voor. Lig je een beetje voor? Ja, iemand heeft wat in te halen. Waarom kijk je nou naar mij? Ja, koken voor de grote baas hemzelf, dat is gewoon niet zo tof. Dat wordt een heel... Je wordt er heel klein van in deze. Heel klein word je ervan, ja. Heel klein, ja. Ik voel me heel... En hij zegt rustig blijven, zei de jongen. Dat lukt nu al niet meer. En ze moeten natuurlijk wel mooi zijn, hè? De strijd is begonnen. Niemand minder dan Ron Blauw gaat de gerechten van Wietse en Sylvana beoordelen. Eens kijken wie van de twee het beste heeft opgelet vandaag. Ik ga alvast naar de andere keuken, Sil. Ja, this is pretty. It's pretty. Ja. Yeah. You can help me if you want. Ja, niemand heeft gezegd dat je niet mag vals spelen. Thank you, Jan. Alsjeblieft. How do you say it in China? Thanks. Xie xie. Thank you. Wat? Ga je dit nu daarin gooien? Ik pak met bakje in hand, toch? Nee. Ik moet eerst nog hier. Oh, je hebt zijn challenge gedaan. Kut, ik had niks moeten zeggen. Ja. Achter! Bol! Pepertjes. Oh, dat is iets te veel misschien. Kom je weer. Nee, altijd een knop. Oh, shit. Altijd sojasaus, dat is altijd goed. Nou, dan heb ik hier nog wat garnituurfilet om het af te maken. Dan kun je zelf bepalen hoeveel je er van wat erop willen doen. Ja. Ah!
ook heet poepen. Lekker vis is het. Mijn dotje. Meneer Blauw, kijk eens wat ik vroeger gemaakt heb. Ben je gevallen? Zie hier het gerecht 1000 chili vis met een vleugje wietse. Ron, eet smakelijk. Ja. Snel even wegspoelen. Ja, het is gewoon top, Ron. Ik zie jou kijken, maar je kan niks ontdekken. Oké. Sylvana. Zo streng. Zo, kijk eens, meneer Blauw. Wat ik voor u heb. Alsjeblieft, ik heb nog een servetje voor u meegenomen. Hè. Die kan u eventueel omdoen als u wilt. Ik zou er ook de Finonier bij aanraden. Oh, hij is niet de mentor. Ik heb een servetje meegenomen. Wil je lekker? Voor het kwijlen. Ik dacht, het is toch die extra shirt. Hé, meneer Blauw, ja. En mijn lekker eentje. Nou, ik zou zeggen, geniet. Oh, die was van jou. Die is niet van jou. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, nou gaan we doen. En dan het gerecht van Sylvana. Met servetten al gepresenteerd. Het wokgerecht Sweet and Hot. Ik ben echt zenuwachtig. Even een slokje water. Even die muk weg. Ik weet genoeg. Ja? Okay. Ik ga even met Patrick overleggen. En dan kom ik straks met de uitslag. Oei, oei, oei. Zo, dat was me wat, hè? Dat is dus werken. Dit heet werken. Dit noemen ze werken. Zweten. Niet normaal, joh. Even opvissen. Ja, laten we dat doen. Ja, hoe voel je dat het ging? Ja, goed. Ja? Ik voel mezelf vooral nee. Ik denk dat we het best wel goed gecheft hebben. Ja. Om even in keukentaal te blijven. Ik denk het ook. Ik vond dat wokken wel pittig en die hete peper ook. Ja. En je merkt dat het echt vak is, hè? Zo tegelijk overal in denken. Maar hij heeft het niet uitgespuugd, hè? Het is niet zo dat hij. Nou, zat er tegenaan. Nee. Maar, wie gaat er winnen, Sylvana? Ik. Ja, nou, dat wordt dan een hele pijnlijke nederlaag voor jou. Kom maar eens even mee. Dan gaan we naar de grote baas. Ja, grote baas, hou ons niet langer in spanning. Wie van de twee gaat er met de titel beste chef-kok vandoor? Ik heb geproefd en ik ben tot een uitslag gekomen. Het was allebei lekker op smaak. Het was verzorgd. Het was beter dan ik verwacht had. Kijk. Ja, het is veel te spannend. Ik vind het ook spannend. Patrick en ik waren wel unaniem. Oké, dat is fijn. Ja. Dus, de winnaar van deze challenge ben jij, Sylvana. Yes! Dat is net iets hoger op smaak. Holy. Kom op, zeggen. Rondje voor deze. Ik heb altijd al gevonden dat je een slecht restaurant had. Wat het nooit was. Ik wilde het helemaal te blijken. En dat maakte 2-0 voor Sylvana. Wietse, volgende keer even een tandje bijzetten. Hoe vond jij het vandaag? Ik vond het heel leuk. Ik neem de verliezersrol graag op me. Ja. Ik was het gewoon een beetje af. Ik heb verloren, daar staat het over. Zijn jullie nou ook thuis benieuwd wat we volgende week gaan doen? Check dan ook de nieuwe... Maak jij het maar af, Wietse. Doe jij het reclamepraatje maar. Ik ben klaar mee. Zijn jullie ook benieuwd naar de volgende aflevering? Kijk dan volgende week. Like, share en abonneer. Tot dan. Veel succes werd mede mogelijk gemaakt door Rexona Maximum Protection.